Het werk aan de nieuwe ambtsketen van de gemeente Heumen is deze week begonnen. De keten wordt gemaakt door edelsmid Charlotte Rombouts Arends. En de familie Arends is niet onbekend met het maken van ambtsketens. Haar grootvader ontwierp namelijk de huidige ambtsketen van Heumen. Rond de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen werd de Rombouts Arends gevraagd om de oude keten te vervangen voor een nieuwe. Ik kreeg een mailtje van iemand van de gemeente Heumen. En dan werd ik uitgenodigd om een ontwerp te maken. Dus dat was heel leuk. En ik heb mijn best gedaan, ontwerp ingeleverd. En dat was het afwachten. De keten wordt versierd met steentjes. En deze zijn verzameld door kinderen uit de hele gemeente. Het plan hiervoor kwam van Rombouts Arends zelf. Ik had een ideetje om de scholen erbij te betrekken van de gemeente. Om steentjes te zoeken. Dus daar zijn we al volop mee bezig geweest. Om uit te leggen wat voor steentjes we nodig hadden. En hebben de scholen bezocht. En ik heb natuurlijk alvast een begin gemaakt van de schakel. Ik ben eigenlijk volop bezig met van allerlei onderdelen. Vorige week werden de kiezels opgehaald door een bode van de gemeente en naar de edelsmid gebracht. En dat wordt gezet als een als dat je een steen zou zetten in een ring. Dus ik ga zetkastjes maken die dezelfde vorm hebben van de steen. En dan worden ze erin gezet. En ze worden mooi gemaakt. Dus ze zijn nu een beetje mat en dan worden ze mooi glimmend. Ze heeft nog een tijdje om de keten te maken voordat de burgemeester hem kan dragen. Er staat nog geen datum gepland, maar ik heb in ieder geval tot het eind van het jaar. Zodat ik alle tijd heb om hem zo mooi mogelijk te maken.